het? Ik mag hem niet lenen. Oh, ik mag hem hebben zelfs. Wow, oké, dat is echt super aardig. Yo, Nintendo fans. Het algoritme van YouTube denkt dat jullie Zelda niet tof vinden. Maar ik krijg zulke leuke reacties onder deze video's. Dus we gaan gewoon nog steeds door met Zelda Skyward Sword. En in de vorige video heb ik de sleutel gefixt. Die bestaat uit 5 delen voor deze deur. En we gaan de deur openmaken. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Hatsiki deetje. De scharnieren draaien rond. We kunnen hier naar binnen. En Fee denkt dat Zelda hier is. Zelda! Ben je hier? Nee, ja, je bent nu wel hier. Maar als wij zijn waar jij nu bent, dan ben jij waarschijnlijk alweer weg, Zelda. Of niet? Maar oké, het is hier een beetje warm zo te merken. Wat kunnen wij doen om hier naar binnen te mogen? Want dat lijkt me best wel een struggeltje. Want Link stond al eerder in de fik. Wow, daar zijn we. Ja, nieuwe tempelhype hoor. Vuurtempelhype. Oh. Aardetempelhype. De tempel der aarde. Let's go. Ik zie weer allemaal gekke verbrande vleermuisjes. Kom maar, vleermuisjes. Ik ga jullie slopen met mijn superzwaardje. Let's go. Oh, tenminste, dat denk ik. Ja, oké, dat lukt. Hij kwam in één keer echt heel erg hard aanvliegen. Oh, hier, blobman. Vuurblobman. Vuurblobman. Maak vuurblobman kapot. Prik hem. Maak hem slopen. Weet ik veel. Doe iets. Wat? Prik hem. Waarom gaan ze niet dood van een prik? Nou, is maar goed eigenlijk ook dat we allemaal niet dood gaan van een prik. Oh, ik kan hier naar boven. Ik heb hier gegraven. Kissie erbij. Sleuteltje, kompasje, mappie. Rood roepie. Ook goed. kunnen we wel van hierboven eens even kijken hoe de situatie ervoor staat? Daar rechts is een hendelding. We kunnen ook eerst even daar naartoe naar die grot. Ja, daar is weer een molletje. Maar ook echt veel vleermuizen trouwens. Dus we moeten even... Ja, kom maar. Hats. Lekker Linky. Hartje erbij. Kunnen we goed gebruiken. Hallo mol. Die vervloekte rode types overal. En nu ben ik ook nog mijn maat kwijt. Was ik hier maar nooit naartoe gekomen. Ben je hier om die vriendin van jou te vinden? Ik zag dat er een blonde meid die er vreemd uitzag ergens naartoe gesleurd werd. Nee, is ze gepakt? Nee toch jongens. Nee toch. Eens even kijken wat hier in die gaten zit. Jongens, vuurblop. Ga weg vuurblop. Ga kapot. Oh, ik ben weer moe. Ja, mijn schild is trouwens helemaal verbrand. Dat is wel een beetje jammer. Oh, nice. Nog een hartje? Chill. Maar ik heb dus geen schild meer. Ik ben Koos schildloos. Dit is een slangenkop. Zie je dat? Deze vloer is een slangenkop. Is de baas hier een slang? Ik hoor ook allemaal ratelslang geluidjes. We springen even hierop. Ja. Ik denk niet dat we daar naartoe hoeven. En door. Ja, cool. Oké, hier zijn twee handeldingen. Scharnieren, dingen. Ik denk dat ik deze door moet slaan. Zo, ja, precies. Kijk, dan krijgen we een bruggetje. En aan de andere kant hakken we die ook door. Oh, en de brug is nog niet helemaal naar beneden. Zou ik met mijn kevertje daar ook die dingen door kunnen snijden? Ja, toch? Ja, dat ken jij wel. Dit ken je wel. Lekker, keverd. Lekker. Ja, de brug is naar beneden. Heerlijk. Oké, deze hadden we snel door. Oké. Lizardman. Lizardman heeft een aanzienlijke fysieke capaciteit. We moeten focussen en dan vier roepen. Oké. Focus. Vier roepen. Dit is een Lizalvos. Dit monster is voorzien van een metalen armbeschermer. Door zijn bewegelijkheid zijn bewegingen moeilijk te voorspellen. Houd rekening met de richting van de armbeschermer om hem te kunnen raken. Dan moeten we denk ik van rechts naar links. Oh, wow. Gast. Poken. Hoe gaan we deze verslaan? Kijk hem nou, joh. Ja, zo. Lekker. Heerlijk. Oh, nu genadeslag is weer niet gelukt. Ja, ik faal altijd met die genadeslag, jongen. Ik had hem wel. Oké. Oh, pas op, jongen. Kan ik? Ja, ik kan wel wegspringen. Oké, cool. Even wegspringen. Wegspringen. Oké, hij gaat nu vuur spuwen. Is die dan moe van of zo? Oh, wacht. Ah, shit. Oké, ja, deze zijn serieus wel moeilijker om te verslaan. Auw. Moet ik dan echt wachten tot hij weer zo stoer gaat doen of zo, of wat? Ja, lekker. Genadeslag. Nee, weer niet. Potverdorie. Het duurt te lang. We vechten al een tijdje. En sla nou van onder naar boven. Oh, of nu van achter. Nu van achter. Waarom raak ik hem nou ook niet van achter? Hij was bezig met zijn vuuraanval. Ik ben je zat. Lekker. Hut. Ah, nog steeds niet kapot. Nu van onder naar boven. Ja, top. Ja, ik raak hem zo weinig. Lekker.
ik heb hem geprikt. Jemig. Ik moest dus wachten op zijn vuuraanval en dan kon ik hem prikken. Wat een irritante enemy is dit. Oké, maar nu weet ik voor de volgende keer wel hoe ik hem het beste kan verslaan, denk ik. Misschien kunnen we deze bommen activeren met mijn scarabee. Zo, gaat er even een bommetje ontploffen daar. Kijken of daar iets mee gebeurt. Ja, nice. Oh jee, oh nee. Moeten we echt gaan balanceren op zo'n bol? Maar dan vallen we er toch af. Als we te ver naar voren lopen. Of kunnen we gewoon lopen? Oh, we kunnen gewoon lopen. Oké, we kunnen gewoon lopen. Oké, spring maar af. Oké, we moeten een bom meenemen. Ah, nee, we moeten een bom daarop gooien. Ik snap hem al. Ja, nee! Oh, dit is echt zo ongelooflijk wat hier gebeurde. Ik dacht dat ik echt een kilometer er vandaan stond. Oké, nu moeten jullie de hele video kijken met een irritant geluidje van te weinig hartjes. Ja, sorry. Zo. Bom. Gooien. Er is iets met mijn timing, jongens. Sorry. Er is iets met mijn timing. Hopelijk is deze beter. Ja, dit wordt hem. Boom. Lekker. Hier ligt een kistje. Nice. En hier zit dan de sleutel of de map of de kompas in. Oh, een gouden schedel sieraad. Oké. Heb ik zoveel moeite hiervoor gedaan? Liggen hier ergens hartjes? Ja, daar bovenop liggen hartjes. Lekker. I need them hartjes. Kijk, hartje 1. Hartje 2 pak ik blijkbaar nog even niet mee. Hier, hartje nummer 3. Oh, er zijn nog veel te veel van die wezens, jongen. Oké, cool. 2 hartjes erbij, toch? Lekker. Oké, we gaan weer rennen op de bal. Let's go! Het ziet er wel een beetje gek uit. En springen maar. Laten we even kijken wat ik moet doen. Daar is een kist. Daar is een Lizalvos. Hier is een bolblok. Oh. Kom maar. Ah, het is een keer. Raak je me nou? Ik denk dat ik deze kant op moet. En hier eraf springen. Ja? Gaan we even met jou praten. Hij heeft dat ding net ergens laten vallen. Wat voor ding? Hey, dit is lood. Oh, die kennen we nog. De bommenzak. Ja, die hebben we nodig. Want dan kunnen we gewoon eindelijk bommen meenemen. En die ligt dus hierachter. Wacht, we kunnen hier onderdoor? Oké, je moet hier wel heel erg gaan uitkijken dat we niet tegen een bom gaan slaan. Dan hebben we echt een probleem. En het genadeslagje lukt een keer, jongens. Wat? Ik heb hem door nu. Vanaf nu heb ik hem door. ja, en dan nu? Waar zijn we nu? We kunnen misschien over deze rand. Ah, ik denk niet dat we daar iets mee opschieten. We kunnen hier wel graven, dus misschien dat we dan wel hartjes krijgen. Nee, nog niet. Misschien uit dit gat. Oh, veetje. Ja, lekker. Oh, wacht even. We kunnen natuurlijk wel hier een bom pakken en dan gaan rollen. Het is af en toe echt een beetje moeilijk om... om te bepalen hoe dat gaat. Hoe die rol gaat. Of nou ja, welke kant je opkijkt ook. Dus welke kant die rol opgaat. Oké, kunnen we hier doorheen? Ja, we kunnen hier doorheen. Zit ik nu tegen 2 van die gasten? Oké, jongens, ik ben hier overmorgen wel klaar mee, denk ik. Kunnen zij niet gewoon in de lava vallen of zo? Ja, eigenlijk moet ik ze gewoon laten vallen natuurlijk. En dan de genadeslag doen. Deze gasten zijn zo snel, joh. Kom maar. Oh, ze gaan wegrennen. En dan gaan ze stoelen. Oh, nee. Pas maar op. Oh. Hoe wissel ik hun? Oké, nu doen ze die gekke actie. Als ze wegrennen en die gekke actie gaan doen, dan kan ik ze pakken. Ja, nu. Oh, dan kon ik ze prikken. Ja, prik, lekker. Oké, ik heb een paar keer geraakt. Nice. Weg. Lekker. Oké, deze heb ik al een paar keer geraakt. Heel nice. Oké, cool. Hij gaat nu de vuur doen. Oké, dan kan ik hem weer prikken. Nice. Oh, hij is dood. Oh, dit ging zo soepel opeens. Dit ging opeens zo goed. Lekker. En we hebben zijn staart gejat. Heerlijk. Oké. Ja, zo vind ik het wel leuk. Oké, laat hem maar aanvalletje doen. Oh ja, niet die aanval. Die vind ik het minst leuk eigenlijk. Die moet je niet te vaak doen, pik. Oké, hij gaat nu vuuraanval doen. Oké, dan kan ik hem weer prikken. 3 keer, nice. Nee, daar kom ik er niet bij. Oh, nu kan ik hem van boven naar beneden slaan. En dan doorprikken. Ja. Woe, we gaan goed. Kijk, gaat hij weer vuur doen? Prik. Hoppakee. Zo, dit was lekker. En de deur gaat weer open. En daar, ja, daar komt de schat. Is dit de bommenzak? Hopelijk mogen we die gewoon houden. Ja hoor, de bommenzak. En we moeten inderdaad aan Lood vragen of we de bommenzak mogen lenen. Ik had niet gedacht dat deze battle zo soepel ging gaan, maar...
Ik ben er super blij mee. Hey Lood, ik heb de bommenzak gevonden, maat. Bedankt voor de moeite, ik sta bij je in het krijt. Geef me nu die zak. En ja, ik vraag inderdaad of ik hem mag lenen. Omdat we inderdaad de vriendin aan het zoeken zijn, Zelda. Wat? Ik mag hem niet lenen? Oh, ik mag hem hebben zelfs. Wow, oké, dat is echt super aardig. Oh, hij vergeet nog iets. Er zit nog iets in de zak, dus pak aan. Kun je er gelijk mee aan de slag. Kijk, 5 bommetjes. Lekker. Zouden we die enemy gewoon moeten verslaan door een bom op zijn bakkers te gooien? Moet haast wel, hè? Eens even kijken. Ik ga zo'n bom pakken en die ga ik op hem gooien. Let's go. Boom. Ja. Heel nice. Maar zouden we deze bommen dan ook in die bommenzak kunnen doen? Oh ja, ja, kijk, ja. Ik kan ze oppakken en dan kan ik ze wegstoppen. Gewoon zo oppakken en dan op B drukken en dan doe ik ze in mijn bommenzak. Dan ontploffen ze blijkbaar niet meer. En we kunnen maximaal 10 bommetjes fixen. Oké, nou weet ik dat daar ergens aan die kant ook nog zo'n enemy was. Even kijken waar die zich dan bevindt. Daar is die. Hey maat, wil jij een bom van mij? Nee? Als ik die bom hier plaats op het randje... Zou de explosie dan groot genoeg zijn om dat blok weg te halen? We gaan het zien. Ja, lekker. Oké, we kunnen hier naartoe. Oh, daar hebben we weer zo'n beest. Oké, focus. Net zoals daarnet. Hij gaat zijn Charizard aanval doen. Ja, bap, 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 bap. Hij gaat weer zijn Charizard aanval doen. Blah, 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 blah. Ja, van mij mag je lekker die Charizard aanval vaker doen, jongen. Oh, hij gaat me raken. Ja, verkeerd ingeschat. Jammer. Oké, dat was echt zonde. Ik had hem bijna. Charizard! En daar gaat hij. Oké, cool. We gaan hier doorheen, door deze deur. Oké, dit ziet er intens uit. Ligt hier ergens nog een hartje? Ja, dankjewel. Top. Ik ga hier, dan ga ik een bom pakken. Oh, of niet? Oh, oké. Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit goed aanpakken? Misschien eerst maar deze even slopen. Ja, nice, nice. Die ligt er al in. Oké. Nu heb ik de tijd. En dan gooien we die bom op zijn hoofd. En dan ontploft hij gelijk. Ja, lekker. We hebben hem door, joh. We kunnen alleen onmogelijk nu dat hartje pakken. Dat is jammer. Oké, door. Huh, waarom? Waarom springt hij nou niet gewoon? Dat is echt super naar. Waarom springt hij niet gewoon? Kost me weer allemaal HP en zo. Oké, hij is weg. Bom pakken. En op zijn hoofd gooien. Dan is die ook weg. En dan is er daar nog één, maar die laat ik wel even zitten. Die pak ik wel van bovenaf misschien nog. Ja, ga maar. Ga maar omhoog. Dankjewel. Oh, snap, 3 enemies. Ja, lekker. Oh, die is al gelijk kapot. Lekker, top. Ik ga zijn hartje even pakken, hoop ik. Ja, cool. En dan bam. En dan bam. Lekker. En dan nog 1. We gaan zo goed. Ja hoor. En hoppakee, genadeslagje. Zie je, ik heb hem door joh. Mijn kist. Is het niet jullie kist, het is mijn kist. En ja hoor, we hebben de map. Lekker. Kunnen we precies zien waar nog kistjes staan en zo. Waar we kistjes hebben opengemaakt. Oeh, hier zitten lekker veel hartjes in. Nice. Eigenlijk wil ik hier gewoon de bom nu naar beneden gooien. Of rollen, ook goed. Ah, jammer. We hebben die enemy niet. Weet je wat, dan pak ik je gewoon vanaf hier. Hier. Oh, nee. Ik moet er niet te makkelijk over denken. Dit was een behoorlijke fout. Hier, zo. Dit moest ik doen. Oké, zoals je op de map ziet, gaan we best wel lekker. En ik denk dat we in de volgende video deze tempel wel uit kunnen spelen. Dus als je dat wil zien, doe weer dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat nog even zo'n leuke, lekkere comment achter. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!